De BOG-hulplijn 178 is weer officieel operationeel. De opening is vanmorgen gedaan bij de klantenserviceorganisatie Teleperformance. Het gebouw van de BOG is eind juni afgebrand en Teleperformance sprong toen al in om BOG uit de brand te helpen. Volgens minister Amar Ramadien van Volksgezondheid kan de samenwerking worden gezien in het kader van een efficiëntere inzet van de hulplijn. Er zijn vernieuwingen gebracht, er zijn veranderingen gebracht in het systeem. En dit is zeker prijzenswaardig. Dank aan het team van BOG, directeur Ori, de heer Bart en alle anderen, die samen met Teleperformance een dergelijk initiatief hebben opgezet. De ambassadeur van Nederland in Suriname, Henk van der Swan, vindt deze samenwerking een geweldig voorbeeld van public-private partnership en hoopt dat er in de toekomst sprake zal zijn van meerdere van dit soort initiatieven. Het draagt ook bij, naar mijn vaste overtuiging, aan de professionalisering van de overheidscommunicatie. Dat is heel belangrijk. Het is fantastisch dat de mensen die voor de BOG, voor de 178 hulplijn BOG hier werken, in een soort van kruisbestuiving kunnen gaan leren van de mensen hier van Teleperformance die al jarenlang met ditzelfde bijltje hebben gehakt. Overheidscommunicatie moet professioneel zijn, moet consistent zijn, moet klantvriendelijk zijn en bovenal, het moet de juiste informatie bieden aan de mensen die bellen. Rajesh Ori, directeur van het BOG, geeft aan dat de huisvesting bij Teleperformance zeker een verbetering is. Dus als je het zo kijkt vanaf één telefoon, een mobiel, dat je circuleert onder 6 personen, 24/7, dan is vandaag weer een upgrade, we zijn blij daarmee, dat we stappen voorwaarts maken. EasyFax meldkamers zijn erg belangrijk, want ook tijdens de pandemie, 24/7, er zijn, ik weet hoe het was, in februari en maart, er was geen meldkamer, er was een telefoon en de hele avond werd er gebeld, er is een ambulance nodig, ik ken de mensen van de RGD nog met wie we moesten afstemmen. Nu is het veel makkelijker en hopelijk is het, van hier gaat het veel beter zijn wat bereikbaar betreft, want we hadden ook soms issues met bereikbaarheid. Volgens directeur Teleperformance Suriname Chanel Gayadin wordt er nu met de huisvesting van de hulplijn in het bedrijf constructieve ondersteuning geboden. Wat wij doen is volledig in het kader van ons CSR-beleid om iets terug te doen in Suriname. We hebben ons bedrijf hier en 450 collega's die hier werkzaam zijn. Maar we vinden het belangrijk om ook maatschappelijk iets bij te dragen. Vandaar dat dit een kosteloze bijdrage is voor de 178-lijn en BOG. Dus wij rekenen hier geen kosten voor. Bieden jullie alleen de locatie aan of hebben jullie ook wat collega's uitgeleend? Nee, wij bieden niet alleen de locaties aan. Wij hebben ook een aantal collega's dedicated op de 178-lijn gezet. Sowieso een supervisor, een ervaren supervisor die gewend is om onze customer service specialisten te verbeteren en aan te sturen. Die hebben we dedicated hierop staan. Daarnaast een quality analyst die de lijn zal analyseren en kwaliteitsverbeteringen zal doorbrengen. Verder vanuit onze organisatie, vanuit het management, wordt er ook ondersteuning geboden aan Bart en zijn team om hier verder de next steps in te zetten. Er zijn ook artsen die de medewerkers ondersteuning bieden om precies te weten wat acuut is en wat kan worden doorgestuurd naar de huisarts. En in verband met kerst brengt de redactie u de komende dagen een serie over de voorbereiding op dit feest. Bij de eerste editie vandaag brengt collega Sifra Goudland u het volgende verslag. Goedendag kijkers en welkom bij ATV Christmas Special. Wij staan bij de Coca-Cola Christmas Caravan Happiness Drive-Thru. Dit is georganiseerd bij de Palmentuin.
Dit wordt een soort drive-thru situatie waar u straks de hele route te zien krijgt. Wat er allemaal te zien is, wat er allemaal te doen is. En om meer te weten over dit evenement, praten wij met Aida Sloten. Zij is van de marketingafdeling van de Fernandes Botteling. En zij gaat ons daar weer wat meer vertellen. Kijkt u mee. De mensen kennen de Happiness Stop. Twee jaar geleden voor het laatst gehad op het Vlaggenplein. Maar ja, COVID, want we kunnen niet meer het doen zoals we het altijd hebben gedaan. En daarom hebben we dit jaar dus een drive-thru event van gemaakt. En de mensen kunnen hier komen om de kerstsfeer te beleven, spelletjes te spelen, lekker te eten, lekker te drinken. En een foto met Santa te maken. Wij mochten in een buggy de route bezichtigen die de automobilisten ook zullen ervaren. Aida Sloten, marketing en branding manager van Fernandes Botteling Company, geeft aan dat kerstmis de periode is om een beetje uit te pakken en samen met de samenleving het gevoel van warmte en liefde te delen. Ja, dat is onze opzet. We wilden het een beetje warm maken, om het zo te zeggen. Dus we hebben vooral gewerkt met verlichting en het is heel erg mooi geworden. Ja. U heeft het over een drive-thru. Waar kan men precies rijden en hoe geschiet dat precies met de Palmentuin, gecombineerd met de Rozenveldkade? De ingang voor het publiek is aan de Van Rozenveldkade. Daar kan men zich aanmelden. En dat is vanuit de zijde van de Kleine Waterstraat, vanuit zeg maar aan de overkant van Royal Torarica. In de Palmentuin zelf mag je normaal gesproken niet rijden, maar voor deze gelegenheid wel. Dus daar hebben we een route uitgezet waar je dus langs de verschillende spelletjes en de attracties gebracht wordt. We zijn op de route, wat zien we allemaal? We zien een Christmas tunnel hier allemaal. Een Christmas tunnel met heel veel lichten eraan gekoppeld. En dan komen we de games tegemoet. Hier hebben we namelijk touwtjes trekken, waar de bezoekers dan een van de touwtjes kunnen trekken om in aanmerking te komen voor een van de leuke Coca-Cola items. Dus in hun auto trekken ze het? Ja, vanuit hun auto. Dus zij moeten dan uitkiezen welke touwtjes ze willen trekken? Ja, zij mogen helemaal kiezen. En dan komen we hier bij ballenwerpen. Bij ballenwerpen mogen ze dan een van hun ballen gooien. De Coca-Cola Christmas Happiness Drive-Thru is in de Palmentuin tot en met donderdag. Jammer genoeg is de registratie voor deelname al vol. Daarvoor gaat het bedrijf de jaarlijkse Coca-Cola Christmas Caravan die in de verschillende buurten rondreedt. Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken is niet helemaal tevreden over de prestaties die het ministerie het afgelopen jaar heeft geleverd. De bewindsman gelooft er echter wel in dat het komend jaar veel beter zal uitzien. De belangrijkste reden waarom ik dat zeg is omdat de koers stabiel geworden is. Ik heb afgelopen jaar enorm veel tijd verloren. Ik wil bijna zeggen dat ik het hele jaar verloren heb, omdat de prijzen constant fluctueerden en we heel veel werken niet heel veel contracten niet hebben kunnen tekenen. Maar nu de koers stabiel is, dat is het beste recept dat je kan krijgen, dan verwacht ik dat nu alles smooth gaat gaan. En dat wij bijna, ik durf bijna te zeggen, echt 100% rendement zouden kunnen moeten halen. Nur Mohammed vindt het jammer dat de koersschommeling een belemmering voor de werkzaamheden van het ministerie heeft gevormd. De minister geeft verduidelijking hoe de koersschommeling het ministerie heeft beïnvloed en wat de volgende stappen zullen zijn. Door die schommeling krijgen dat mensen niet bereid zijn werken uit te voeren. Dus we hebben heel veel niet kunnen tekenen en heel veel niet kunnen uitvoeren, laat ik dat zo zeggen. Heel veel projecten dan ook niet kunnen uitvoeren, wat jammer is, maar ik heb me te houden aan de wet en de regelgeving. Zo simpel is dat. Het is jammer, dus daarom was de koersstabilisatie een van de belangrijkste eisen van de regering voor het land, want daarmee heb je, ik wil bijna zeggen,
50% van alle problemen in één keer opgelost. De volgende stap is een stuk koopkrachtversterking, zodat iedereen weer kan verdienen en de economie gaat rollen. En zodat wij ook meer projecten kunnen uitvoeren. Aldus minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken. De stichting SU-Aid heeft gisteren haar inzamelingsactie voor de Nierstichting Suriname afgesloten. Het is voor het eerst dat het streefbedrag dat dit jaar was gesteld op 2,5 miljoen SRD al bij de officiële afsluiting van de campagne is binnengehaald. SU-Aid-voorzitter Giovanni Seggen zegt dat zij in de eerste instantie geen doel hadden aangegeven, maar uiteindelijk besloten dit toch te doen bij de launch op 10 december. Toen was er al een half miljoen SRD opgehaald voor het dialysecentrum van de Nierstichting. De SU-Aid-campagne is dit jaar meer dan succesvol geweest. We hebben meer dan ooit betrokkenheid gehad van bedrijven, van individuen, van sms'jes. We willen alle Surinamers hartelijk dank zeggen, alle bedrijven die ons hebben ondersteund dit jaar. Toch is er één groep, ik noem meestal geen namen of wat dan ook, maar de mensen die de Traveling Box actie hebben uitgevoerd, die hebben een zeer bijzondere bijdrage geleverd, niet alleen qua bedrag dat uiteindelijk door alle 14 mensen die hebben meegedaan met de Traveling Box is opgehaald, maar vooral de betrokkenheid die ze hebben gecreëerd in de gemeenschap en de bekendheid die ze aan SU-Aid, maar ook de Nierstichting hebben gegeven. Dus namens het team van SU-Aid, dank aan Suriname. Leon Brunings, voorzitter van de Nierstichting Suriname, stelt het op prijs dat Suriname in deze moeilijke tijd toch ervoor heeft gekozen om aan zijn of haar naasten te denken. Het centrum zal met de gesten naast renovatie ook een uitbreiding ondergaan. Maar wat ook bekend, wat ook goed is, is dat we inderdaad veel bekendheid hebben gegeven aan het Nationaal Nierdialyse Centrum, de Nierstichting. En ook de nieren, Dinky de Nieri, gaat voor de komende tijd onze slogan worden. Suriname heeft zich van zijn beste kant laten zien. Giovanni was in het begin een beetje huiverig van in deze moeilijke economische tijd. Gaat Suriname, gaat de gemeenschap antwoorden? En u zult dadelijk zien hoe de gemeenschap heeft geantwoord. Ik bedank de Surinamers. Jullie hebben weer getoond een geweldig volk te zijn dat bereid is om mensen te helpen. En dat maakt dit land zo mooi. Dus dankjewel. De SU-Aid-voorzitter onderstreept dat het bedrag hoger kan uitvallen omdat het aantal toegezegde donaties nog niet binnen zijn. De stichting SU-Aid hoopt in de maand februari 2022 het geld te overhandigen aan de Nierstichting zodat ze kunnen beginnen met de werkzaamheden. Houders van grondbeschikkingen krijgen 3 maanden de tijd om hun perceel te onderhouden. Indien de 3 maanden zijn verstreken en de houders zich niet aan hun plicht hebben gehouden, zal de overheid de beschikkingen intrekken. Dit zei minister van Openbare Werken Riyad Noor Mohamed gisteren tijdens een toespraak bij de oplevering van een brug aan de Mandarijnstraat. Dit besluit is op basis van wetgeving genomen, meent de bewindsman.
Kijk, we hebben een enorme klacht van mensen die verwoekerde percelen hier achterlaten. Mensen die het niet kunnen onderhouden. We hebben mensen die gebouwen hebben die een ernstig gevaar zijn voor de buurman, buurvrouw. Het tweekt niet alleen maar criminaliteit, maar het heeft ook gevaar voor levens. Vooral in de stad heb je dat. Oude gebouwen waarvan geen beheerder te vinden is of niemand zich bekommert. Nou, als niemand zich bekommert daarop, dan is het het ministerie van OW die zich wel moet bekommeren. Wie moet zich anders bekommeren? Dus wij gaan niet wegrennen voor onze verantwoordelijkheid. De burger klaagt en iemand moet dat oplossen, punt uit. Dus wij geven de mensen, de bekendmaking is vanaf de deur uit. Op dit moment zet ik de netwerk in dat dat internationaal ook aandacht krijgt. En de mensen krijgen de gelegenheid om het zelf te doen. Als ze dat niet doen, dan neemt de overheid dat over. En dan gaan wij dat doen met de middelen van het eigendom. En dat kan betekenen bijvoorbeeld, als niemand zich bekommert over het perceel of het gebouw, dan staat dat in beslag nemen en terugnemen. En dan gaan wij dat overnemen, punt uit. De minister zegt dat bij dit besluit niemand is uitgesloten en dat er geen uitzonderingen worden gemaakt.